Ja, jongens, kijk even met mij mee. Hey, waar ik hier sta. Dit is bijna de middenstip. Ik ben onderweg naar de middenstip van het Feyenoordstadion. Hier met, kijk hier, daar zie je. Hallo. Erwin Beltman. Ja. Hey, Erwin. Ja. Koud, hoor. Ja, zijn we onderweg naar de middenstip? Waar is de middenstip? Ja, dan moeten we nog een stukje doorlopen. Maar je zei van we moesten speciaal lopen, wat moeten we dan? Ja, op wedstrijddagen doen we sowieso met lichte banen meelopen. Ja, want we zitten vlak voor de wedstrijd tegen Fortuna natuurlijk. Ja, 9:15 spelen we. Ja. Dat is een paar uurtjes. Ja, en wat moeten we dan? De lichte banen, kijk. Lichte baan. Met de lichte baan en daar heb je die donkere baan, die is dus daar. En dit is daar ook donker en dit is dan de lichte baan, deze. Ja. En dan moet ik dus dan? Zo lopen. Dan moeten we op blijven lopen. Ja. Gaan we hier vandaan. Waarom moet je op de lichte baan? Nou, dat is meer gewoon, dat slaat nergens. Nou, het slaat wel ergens op, want dan zie je de voetstappen niet zo. Op het beeld. Ja, het slaat nergens op, maar het is wel. Dus dat doe je. Dan gaan we hier linksaf, dan gaan we naar de middenstip. Oh, we gaan naar de middenstip, jongens. We gaan naar de middenstip van de Kuip. Hier komt hij aan. Samen met de koning van het gras natuurlijk. Want dat is Erwin, dat mogen we wel zeggen. Ja, ik ga jou ook even laten zien met de Kuip erbij. Kijk even naar hem. Kijk even naar hem. Daar staat hij. De koning van het gras. Op de middenstip van de Kuip. Vlak voor de wedstrijd tegen Fortuna. Zeg jij nou maar even wat voor wedstrijd dat wordt dan? Een mooie. Een avondwedstrijden zijn hier altijd gaaf. Ja, dus? Dat wordt. Ik weet niet of het helemaal volle bak is. Maar nee, okay. Dat gaat in ieder geval kolken. Ja, goed. En ik zeg dat wij 3-1 gaan winnen. Oh, 3-1 overwinning voor Feyenoord. Dat zeg ik. Geen verlengen. Die poppenkast moeten we niet. Het wordt koud. Het wordt koud. Dus ik zeg 3-1. Dus, het wordt koud, snel naar huis toe. Nou, afmaken en 3-1 in de groeten. Dat lijkt me heel lekker. Ik teken er nu voor. Dat is het idee. Ja, denk het wel. Goed, nou moeten we nog iets tegen het legioen zeggen? Nee, dat hoeven we hier niet te doen. Want, nee? Zeker met een avondwedstrijd leeft het hier als een malle. Okay. Dus ja, dat is gaaf. Dat is gaaf. Ja, dat wordt allemaal. Ja, goed. Maar ja, je loopt een beetje te mopperen natuurlijk naar de laatste wedstrijd natuurlijk. Dus wat zeggen we nog tegen het legioen? Nee, vandaag als één man achter het team staan. En ja, gewoon jongens, kom op. Deze ronde moeten we door. We gaan de halve finale in. En dan moeten we uiteindelijk 5 mei de finale hier weer spelen. Kijk, wat we gewend zijn. Dat is hem. Het is ons stadion. Wie maakt ons wat? Kijk, dat is de mededeling vanaf de middenstip van de Kuip. Erwin, zeg je daar maar even gedag. Mensen, groetjes. Hopelijk tot vanavond. En succes. Dag.